Deze leerlingen van basisschool Jan Nieuwenhuizen zijn niet aan het staken, maar aan het demonstreren op het Stadhuisplein. Dat is zeker nodig, gezien het onderwijs, in het onderwijs de problemen die er zijn, het tekort aan leerkrachten, wat echt heel erg zorgelijk is. En juist voor de kinderen is het dan belangrijk om te weten dat het gaat om hun toekomst. Want als er straks geen leerkrachten meer zijn, dan wordt studeren ook heel erg moeilijk. En wij willen voor al deze kinderen een goede toekomst. We merken steeds meer dat er weinig leerkrachten zijn die binnen ons onderwijs willen werken. Wij maken ons zorgen voor de kinderen. En dus staan de leerlingen en leraren zij aan zij te demonstreren, gewapend met beeldspraak. We gaan koekjes van eigen deeg bakken en daarmee zeggen we eigenlijk van de minister bakt er niet zoveel van, maar wij wel. Wij willen laten zien dat wij het goed willen doen en dat het ook anders moet. Dus we willen eigenlijk, is het een koekje voor de minister, een koekje van eigen deeg. Daarnaast zeggen wij van de eindjes aan elkaar knopen. Want wij merken gewoon dat wij steeds meer de eindjes aan elkaar moeten knopen. We merken dat er steeds minder leerkrachten komen. Vervangers zijn er nauwelijks te vinden, waardoor de kinderen opgedeeld moeten worden. En soms zelfs naar huis gestuurd worden. En daar maken we ons heel erg zorgen om. Ook de kinderen merken het lerarentekort. Zeker als de juf ziek is. Dan worden opgesplitst en dan of krijgen andere juffrouw's. Het was niet zo fijn. Waarom niet? Nou, iedere juf heeft een andere structuur die lesgeeft. En ik ben nu wel gewend hoe juffrouw Behar het doet. Want ik vind het echt niet meer leuk dat wij steeds gewisseld moeten worden van juffrouw. Of dat we naar andere klassen moeten. Daar ben ik echt klaar mee. Je hebt geen houvast dan? Nee, ja, ik wel misschien. Maar andere kinderen hebben moeite om met andere juffrouw's te werken die hun niet kennen. Toch is op een school werken het allerleukste wat er is. Je kunt echt het verschil maken. Het zijn de kinderen die elke dag weer onbevangen naar school komen. Kinderen verrassen je. Kinderen hebben een andere manier van denken die je ook jong houdt. Als we geen meesters en juffen hebben, dan kunnen we ook niet naar school en worden we dom.